Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Mark en het is 5 uur. Het is niet 5:30, het is 5 uur geweest. En lekker douchen, dan gaan we zo werken. Tot zo. En super top dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Nogmaals, mijn naam is Mark en het is nu wel 5:30. Zo, ik ben nog eens onderweg naar mijn werk. Het is bijna... Het is net 5:30 geweest en ben nu tot 2 uur werken. Nee, tot 1 uur werken zelfs. Tot 1 uur werken. En dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Morgen zie ik straks wel. Ik zie jullie straks na het werken. Tot later. Zo, dames en heren. Ben ik na het werken. Zo, ik ben inmiddels thuis en ik ga nog even relaxen. Nou, ik denk dat we nu even naar de supermarkt gaan, even wat boodschappen halen. Ik kan vanavond weer lekker wat iets lekkers klaarmaken voor de avondmaal. Ik denk dat ik vandaag, ik heb wel zin in een keertje in wraps. Dan doe ik dan een beetje kip in en dan een beetje groente doorheen en dan een sausje. Ik denk zoet zure saus, vind ik allemaal lekker doorheen. Dus ik denk dat ik dat vanavond ga eten. Dus dan weten jullie een beetje wat ik ga eten. En dan zien we straks wat ik ga maken. Is best wel simpel, vind ik wel altijd wel erg lekker om te maken. Dus ik ga nog even lekker even relaxen hier op de bank. Ik heb wat drinken nodig, een brood en alles. Dus we gaan zo even mijn lijstje maken wat ik nodig heb. En dan gaan we die naar de supermarkt. Nou, ik ga even relaxen. Ik zie jullie zo meteen wel weer. Zo, dames en heren, het is alweer donker. Maar ik moet toch nog even naar buiten om de boodschapjes te halen. Ik heb even wat geslapen. Ik was nogal best wel moe, denk ik, van gisteren nog, denk ik. En van vanmorgen vroeg op. Dus ik ben erbij getankt. Nou, dan hebben we nog wat YouTube gekeken. De nieuwe Ernst Knol en Gio, al die dingetjes gekeken. En nu ga ik even naar de supermarkt en even wat dingen om te eten halen en te drinken voor vandaag. Dus we doen de muts op en de shell om en dan gaan we naar buiten. Tot zo. Zo, dames en heren, en ik ben buiten. Oh, dan moet ik echt naar de supermarkt om even wat boodschapjes te halen. Het is al donker, dus ik hoop dat jullie het even kunnen zien. Het begint niet goed. Niet veel reflecteren. Maar ik zie je zo meteen in de supermarkt. Tot zo. Zo, dan ben ik in de supermarkt. Ik heb eerst een brood genoten. En ik heb al een groentje. Voor een token. Lekker kipvlees bij. Lekker. En deze. Dus lekker brood. Lekker vleeskaas. En het belangrijkste ingrediënt, de zoetzuur saus. Zo, de boodschap is weer binnen, op naar huis. En dan gaan we koken. Hallo dames en heren, en welkom bij deze kookvideo. Vandaag eten we lekker zoetzuur wraps. Kip zoetzuur wraps. We beginnen met de pan. Hebben we pan. Wat doen we daarin? Een beetje olijfolie. Die maken we eerst even open. Zo, we zetten het vuur aan en doen een beetje olie erin. Klein beetje. Meer is niet nodig. Zorg dat het pan goed warm is. Nou, is hij een beetje opgewarmd. En dan gaat de kip erin. En gaat het allemaal goed nagaren. Even goed doorroeren tot het allemaal goed gaar is. Dat is wel goed bezig. Ik kan zeggen, je wilt het wat gaarder, heb ik het wat langer. Maar ja, wat je zelf wil.
Dat doe je wel wat knapperig, dat is ook wel lekker. Ja, nou, ik ben goed bezig. Ondertussen dat kipwijn klaar is, doe ik de groenten erin. Ik gebruik altijd de wok of de roerbakgroenten van Albert Heijn. Die is niet gevonden op de video, maar... Dat is vandaag van Thaise groenten. Shout out naar mijn goede Thaise vriend Tam. Die komt uit Thailand. En dan doen we het erin. En dan goed doorroeren, ongeveer 10 minuten. Daar hebben we. Lekker. Oh, de pan is wel goed heet, jongens. Nu ga je mijn ingrediënt, ongeveer 6 eetlepeltjes van deze erbij, dus ga ik even bij doen. Dat zal ongeveer 6 zijn. En dan laat je ongeveer 2 minuten zo sudderen. En ondertussen dat hij aan het sudderen is, gaan we de reps klaarmaken. Dan zijn we al bijna klaar. Nou, reps leg je lekker op een bord neer. En doe je ongeveer 1 minuutje in de magnetron. En we kunnen eten. Lekker sinaas erbij. Repjes zijn warm. Eten is klaar. Nou, opzet maar. Pak je een lepeltje. Pak je wat erop. Leg je zo in het midden toe in. En zoiets. Nou, dan probeer je goed dicht te vouwen en dan eet smakelijk. Zo dan. Dan is de repje klaar. Dan heb je hem dicht gevouwen en eet je hem lekker op. Zo lekker. En zo makkelijk en zo snel ben je ermee klaar. Nou, vond je het leuk? Geef me een blauw duimpje omhoog. En ja, ging het wat snel. En je wilt het ook een keer maken. Hieronder in de reacties laat ik zien hoe je het, een beetje hoe je het moet maken. Als je het interessant vindt. En vind je het leuk om vaker zo'n filmpjes te zien. Dan doorgaat het een blauw duimpje omhoog. Dan, zien dat ik wel vaker van deze video's maak. In mijn vlogs. Nog zo zin in een keer. Nou, tot zo. En zo is het weer tijd om naar bed te gaan. Het is weer tijd om zo meteen te gaan slapen. We mogen weer vroeg op, mogen weer om 6 uur werken. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vind je hem tof. Beloon dan met een blij duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal hier beneden. Op de hoogste nieuws, vlogs of video's. En zie je gloednieuwe vlog morgen om 5 uur. Ik zeg slaap lekker en tot morgen. Frisse vrijdag weer op. Dag.